the curtain again. See for the curtain again. Bijvoorbeeld over Noord. En dat is een buurt die u niet heeft opgegeven. Mooi zo, zeg. Wat heb jij drie? Ook zo die niet. Ah, fantastisch. Ik zou te zeggen van, dan krijgt u een woning. En toen maakte hun naar wanneer ik een woning zou krijgen. Daar heb ik nu 3 jaar op gewacht. En nu wil ik dan wel eens een keertje een woning hebben. 7 jaar, 8 jaar. En om de zoveel maanden komt u weer lang. Dan krijgt u hetzelfde verhaal te horen. Van, wij hebben geen oplossing. Kijk maar, u bent 4 keer langs geweest achter elkaar. Ja, als u iedere keer er komt, dan krijgt u een keer hetzelfde te horen. Daarom, ik heb geen huis. Als u geen tijd krijgt, nee, die neem ik niet. Wel gaat u de gewone wachttijd weer doorlopen. We zochten de lege woningen uit. En die gingen we dan voorkraken. Dat deed je meestal alleen om niet op te vallen, want niemand moest in de gaten hebben dat je die woning op een illegale manier toe-eigende. Want zo ging dat toen de tijd. Nou, je ging dan heel voorzichtig de trap op. Meestal had je zo'n loper beneden, kon je met een loperslot. Dat hadden Theo en ik afgezaagde lopen, die past op elke deur. Dus je kon zo het trappenhuis in, nou, hup naar boven toe. En dan heel zachtjes ging je dan de deuren openbreken. Vroeger beloftes gedaan dat in feite iedereen die 18 was toch wel zelfstandig moest kunnen wonen. Dat kon niet gehaald worden door woningbouwpolitiek. Ja, dan pak je toch die ruimte die je dan denkt te kunnen creëren, namelijk daar waar leegstand is. Dus in de Jordaan, in de grachtengordel een start gemaakt. Op een gegeven moment zelfs nog vanuit de grachtengordel een nieuw markt opnieuw leven ingeblazen. We hebben in de Haarlemmerbuurt dat getransporteerd. We hebben de pijp geholpen. De pijp heeft verder, laten we zeggen, de rivierenbuurt opgezet. En vanuit hier en de Haarlemmerbuurt is toen ook de Zeeheldenbuurt opgezet en gestructureerd. Het begon met z'n allen in een huis gaan zitten en daar idealen over hebben ook. Wij wonen in een groep en wij willen met elkaar zo wonen. En daar moet je een hoop dingen voor doen en voor laten. De zolders hadden we doorgebroken. Dat betekende dat je dus van het ene pand naar het andere pand kon lopen. De zolders waren gemeenschappelijke ruimtes. Ik weet dat in één ruimte stond een piano en een drumstel. In de andere ruimte daar stond een bad. Bij mij weet ik dat in het huis had je bijvoorbeeld de muur van het trapgat naar de woning, die was weg. Dus als ze van 1 hoog naar 3 hoog gingen, dan liep je eigenlijk gewoon door de kamer heen. Maar dat was geen punt. Je deed dingen gewoon samen. Het was heel open. En dan wil ik nog even wat zeggen, hè? Want iedereen heeft zich wel lekker te eten. Huh? Maar dat is niet betaald. Ach, wel. Wel, ik wel. Oh. Wie heeft er betaald? Ik en Bert. 1, 2, 3, 4. Dat is gewoon. Nou, het was een soort mengeling, want het was allemaal heel spontaan. En wat ik al zei, heel,
heel intens en met veel plezier en creativiteit. Maar er was wel degelijk ook een echte ideologie. En die ideologie was van, ja, de buurtstrijd is toch je ware. Daar moet het allemaal gebeuren. En later heb ik wel spottend gezegd dat er zo'n soort gedachte was. Ja, in de Oosterparkbuurt zal de revolutie beginnen. Kijk, voor mij was het heel duidelijk opzetten van een structuur. Waarin je ook een machtsfactor werd. Er moest iets veranderen. Het is niet zo dat je alleen voor mensen kon bezig zijn die een woning nodig had. Dat is, was te veel maatschappelijk en sociaal werk waar ik natuurlijk wel allemaal achter sta. Maar niet, dat was niet mijn doel in mijn leven. Ja, het was gewoon leuk, want je deed nieuwe dingen. En je wist niet wat de reacties zouden worden vanuit de overheid. We zaten in de Kruikenveer in de Vergulde Koevoet in de Haarlemmerbuurt met een aantal mensen uit de, laat zeggen, organisatoren uit de Pijp en de andere buurten. Er kwam iemand dus helemaal desperaat binnen die in de Kinkerbuurt woonde en alles geprobeerd had. De procedures tot en met, maar alles was afgewezen. Dus hij moest eruit uit zijn pand. En hij vertelde ons de situatie en vroeg ons om hulp. En het laatste middel was gewoon verdedigen om toch niet zonder slag of stoot dat pand te verliezen. Er was een puinschuit een paar buurten verderop. Daar zijn we heen gegaan. We hebben met bakfietsen vol ladingen, spiralen en hout en balken en andere zaken gehaald. Toen hebben we met alle middelen die we hadden, dus die beperkte middelen, hebben we het pand zo goed en zo kwaad als mogelijk gebarricadeerd. Je stond wel verbaasd dat ineens mensen uit de stad zich met iets, zoiets kleins, want dat was het uiteindelijk toch wel, ging bemoeien. Daardoor kreeg de actie toch een stedelijk karakter. Hè. Tegelijkertijd vonden wij het ook wel getuigen van solidariteit. Ik was in die tijd bezig met het wonen in een kraakpand en het experimenteren met in een groep wonen en jezelf ontplooien, leuke dingen doen, van een uitkering leven. Voor je geweten ging je ook acties af met het idee dat je dan een deel van de wereld aan het redden was. Ik had net een Super 8 camera gekocht om allerlei dingen te gaan filmen. Ik was iemand tegen het lijf gelopen die ook met de filmerij van alles wilde doen. En die was toen zijn huis aan het schilderen en die zei tegen mij van, goh, ik hoorde, er schijnt ME te komen in de Kinkerbuurt, er is iets met die pand, van, kan jij daar niet heen? In de sfeer was heel, heel vredig, liefelijk. Ze stonden er gewoon aanwezig te zijn en armen in elkaar en gewoon te praten en te doen. Het was verder helemaal niet schreeuwerig of agressief of dat er gegooid werd met dingen, helemaal niet. Gezellig, een onderruiming voorkomen. Over het algemeen hadden kraakacties wel succes en ontruimingen soms ook wel, maar het was toch ook een goede kans dat je er tegenhield. Als je maar met veel mensen was en ervoor ging staan, dan droopt de politie wel weer af. We hadden wel van tevoren echt afgesproken van, nou, dat moet een geweldloze actie worden. We gaan er met z'n allen gaan we ervoor staan zo en dan laten we ons wegslepen. En boven op het dak stonden dan nog wat mensen ter afschrikking. Dus we hielden in ieder geval het imago geen geweld overeind. Dat wil zeggen dat vanuit ons zoveel mogelijk geduld en geweldloosheid betracht zou worden. Ondertussen is het zo dat, kijk, persoonlijk en nog een paar medestanders of geloofsgenoten, die hebben altijd gevonden dat het een onzinnige discussie is. Geweld of geen geweld, dat is iets waar je geen enkele greep op hebt. Het was wachten. En ja, uiteindelijk kwam de politie en de mensen die stonden zo met hun rug tegen de muren van het pand en wij zaten boven op het dak. En ook toen moest er ontzettend lang gewacht worden en iedereen vond het spannend. Er ging een soort stilte voor de storm. En ik kan mij ook nog herinneren dat Theo van de Giezen, die stond ook op dat dak. Je ziet op een gegeven ogenblik aan de overkant van de straat. Sinterklaas lopen op het dak van een huis aan de overkant.
En waarop die roept van, hey, ouwe lul, trek je jurk uit en vecht mee als een man. En iedereen lacht, doorbrak de spanning eigenlijk op dat moment. Op een gegeven moment moesten die hele jonge ME'ers van een of andere agent gaan meppen. En die hadden daar in eerste instantie best wel moeite mee. En toen eenmaal de eerste klap uitgedeeld was, dan is het net alsof ze toch een soort waas voor hun ogen krijgen. En beukten ze er gewoon op los, ook op hoofden en waar ze iedereen maar te pakken konden krijgen. Dat was ongelooflijk. Dat was denk ik het moment dat veel mensen, net als ik zelf, toen voor de eerste klappen van de politie kregen. De politie heeft daar zo meedogenloos staan meppen op die mensen. Je zag het bloed gewoon, mensen met dikke ogen en blauwe ogen. En dat was verschrikkelijk. Ik wist dat het ging gebeuren en ik vond het een normale zaak dat bij een confrontatie klappen vallen. En in feite hoort dat er ook bij. Ik stond er met mijn Super 8 camera en toen kwamen ineens bussen aan met de ME. Nou, nog nooit gezien. En ik zag ze zo op me afkomen en die liepen naar die mensen toe en die begonnen meteen te meppen. En ja, ik was verbaasd, maar ik geloof dat iedereen heel erg verbaasd was, want de hele meute die daar stond, die had dat ook nog nooit aan de lijve meegemaakt. Op een gegeven moment kwam het zover dat een aantal agenten de ladders op gingen. Waren daar oliemiddels verzameld en kampok. Waren grind van het dak. En waren wat stokken om de laddertjes weg te douwen. En dat gebeurde ook op die manier. Dus wij pakken die tijl. Iemand wilde nog die hele tijl erop gooien. Wacht even. Eén fikse scheut olie erop. En de agenten werden helemaal zwart natuurlijk. Die helmen, die zagen helemaal niets meer. En ik weet niet wat die commandant precies riep. Maar in ieder geval, hij riep iets van, mannen terugtrekken. En weer twee nieuwe. En het is een stuk of 3-4 keer zijn er gewoon twee agenten gewoon naar boven gegaan. Totdat ze een meter of 3-4, we lieten ze eerst komen natuurlijk. Hè. Een meter of wat waren. En dan ging het weer een schuit. En die ladder werd glibberiger. En die agenten, je zag gewoon 2x2, helemaal pikzwart. Nou ja, dan krijg je dus het laatste restje olie. Ja? De laatste twee slachtoffers, die krijgen dan de hele kuip over zich heen. En dan kan ik het niet laten om naar die agenten roepen van, en nou is het op, kom maar. En het werd toch al vrij snel een soort van slapstick. Omdat natuurlijk, ja, olie, pek en veer idee, hè, à la Lucky Luke, dat werd ongeveer inderdaad ook zo uitgevoerd. En dat was natuurlijk in feite een vorm van passief geweld, zoals wij dat noemden. Wat soort van leidzaam verzet werd genoemd. Zoiets zomaar in Nederland kon gebeuren? Nee, dat had ik me daarvoor nooit voor kunnen stellen. En dat heeft me ook persoonlijk een behoorlijke opdonder gegeven en me een tijd lang heel wantrouwend gemaakt naar mensen. Ik was ook wel erg verontwaardigd, ja. Opeens zomaar geslagen worden naar je idee. Terwijl wij zelf het idee hadden dat we geen geweld uitlokten. Maar toen de ME kwam, wat we ook wilden, hè, dat in ieder geval wij wilden dat. Toen sloeg de hele sfeer om. De hele buurt reageerde van, dit lijkt wel 40, 45. Dus vooral de ouderen reageerden echt naar hen. Alsof ze inderdaad de nazi-sfeer zagen verschijnen. Dus dan ken je de sfeer. En daar speelden wij ook nog helemaal op in. En dat was in feite een kolfje naar ons hand van, nu krijgen we het begrip wat we nodig hebben. Het was afgelopen en ik dacht van, oh jee, heb ik nog wel scherp gesteld. En ook had ik nou mijn diafragma vast of niet, ik kon me allemaal niet herinneren. En op de een of andere manier, op de automatische piloot, de dingen die voor me gebeurden, gepakt met de camera. En het zag er nog wel aardig uit ook. Thank you.
die film die werd op allerlei bijeenkomsten werd die gedraaid. En ja, mensen werden op basis van die beelden gewoon heel erg boos. Hè. En die raakten er ook van overtuigd dat geweldloos verzet, hè, want zo noemden we het, dat had geen zin. En we zouden ons toch bij de eerstvolgende ontruimingen, zeker de grote stedelijke ontruimingen, zouden we ons niet meer zomaar bij een pand laten wegslaan. Dat was toch wel een hele duidelijke feitelijke conclusie. En ook een politieke conclusie. Ik denk dat ik het toch zo zinloos vond om tegen het politiegeweld in te gaan. Dat je dan zo in zo'n spiraal terechtkomt waar je nooit meer uitkomt. Dat, die conclusie was het belangrijkst, denk ik. Toen kwam Theo ook, meen ik, met het initiatief om trainingen te gaan organiseren. Ik deed daar één keer aan mee. Dat was, aan de ene kant omdat ik het wel goed vond om een beetje mijn fysieke conditie op peil te brengen. En ook omdat ik er altijd even bij wilde zijn, want ik was natuurlijk erg nieuwsgierig naar hoe dat dan ging. Dat viel niet mee, want Theo die was daar de commandant en die hield er een fors tempo in. Ik hield het vol, zou rondjes kniehupsen maken en zo. Maar de volgende dag kon ik de trap niet meer aflopen, dus dat was ook gelijk de laatste keer. De helm kwam er veel beter in, later ook van die kogelvrije vesten en kleine stokken om daarmee af te weren, handschoenen, leren jacks enzovoort. Kortom, je echt helemaal geestelijk, mentaal en lichamelijk te gaan voorbereiden op de volgende confrontatie. Ik had een woningprobleem. Ik woonde in Hoofddorp op een kamertje, een heel klein kamertje. En een aantal vrienden van mij hadden ook een woningprobleem. Dus, en we hoorden toen van Kraken. Dus wij dachten van nou, dat lijkt wel wat voor ons. Eentje van ons had wat uitgezocht van nou, Kraken gaat heel makkelijk. Je neemt een tafel, een stoel en een bed mee. Gaat een huis binnen en je woont er. Ik woonde gewoon met mijn ouders en dat ging eigenlijk best wel goed. Maar op een gegeven moment toen kwam een vriendin bij mij en die zei van ja, ik ga met een heleboel mensen ga ik een pand kraken om daar te gaan wonen. En heb je geen zin om daar aan mee te doen, want zij had dat ook nog nooit gedaan. Wij waren ontzettend groen hè, wat kraken betreft. En we werden geholpen door, wat ik me kan herinneren, door een aantal mensen die al ergens op de Prinsengracht woonden. En dat waren ja, mensen die al gekraakt hadden. Eén daarvan was Gabi, dat was een jongen die uit Zwitserland kwam en die ja, was voor mij een beetje iemand die al veel ervaring had. En zo waren er nog een aantal. En die hebben op een gegeven moment bepaald wie die deur open zouden maken. En in het begin zo lukte dat niet. En ik geloof inderdaad, ja, ik kende Jojo toen niet. Maar dat naderhand Jojo degene was die de daadwerkelijke slotopenmaking heeft gedaan, zeg maar. Ja. Ik herinner me dat, ik weet niet, 's morgens om 8 uur of 9 uur kwam Joost aan mijn bed. En zei van, je moet mee, want we moeten dat pand kraken. En ik had zoiets van, ja, maar dat doe je toch zelf? Dat heb je mij toch niet meer nodig? Ja, maar hoe dan? Nou ja, je probeert eerst de deur te forceren. En als dat niet lukt, dan sla je de ruit in en dan loop je om en dan maak je de deur open. Oh ja. Dus ik ben gewoon weer geslapen. Door het kraakspreekuur waren we ontzettend geweest op het knokploegen. Dat je moest heel snel het pand barricaderen, anders kwam er een knokploeg en werd je eruit geslagen. En als je maar, ik geloof, 24 uur dan er eenmaal zat, dan was het legaal en dan, of legaal, maar dan werd het wat minder heftig. Dus wij hadden in die weken daarvoor ook allemaal oude beddenspiralen verzameld. En toen we er binnenkwamen, was dus het eerste doel was de begane grond helemaal met beddenspiralen dicht te maken. En ik weet nog wel dat ik daar binnenkwam, dat ik die, het was groot en marmer en leeg en ontzettend onoverzichtelijk, want er liepen links trapjes, naar boven trapjes, naar beneden trapjes, echt. Dus ik ben op een gegeven moment met wat spiralen ergens achter in de kamer terechtgekomen en ben daar met nog iemand gaan timmeren. Dat geluid van die hamer op die spijkers met die spiralen staat nog echt zo voor ogen, voor aan de oren.
Je, je verdronk daar in het pand. Je kwam er binnen en dan begon je te rennen. En, je wist ook niet precies hoe het pand in elkaar zat. Dus het werd ook gewoon... Het binnenplaatje werd ook gewoon dichtgetimmerd. En... ja, wat ik mij nog herinner is dat ik binnenkwam en dat ik mijn jas ergens neerlegde. Het pand was zo groot, ik heb daarna uren naar de jas lopen zoeken. Heel spannend, maar ook heel geborgen. Je had toch allemaal het idee dat je met hetzelfde bezig was. En ja, het pand was natuurlijk, het was een oud kantoorpand. Dus ja, je moet je voorstellen dat dat allemaal... ja, de muren waren kaal, de vloerbedekking was van de vloer afgehaald. Dus je had al die lijmresten op de vloer. Je had geen keuken, je had geen echte badkamer. Dat was er allemaal niet. En maar toch, ondanks dat alles... staat het me bij als een ontzettend aangename tijd. Mensen werden verliefd op elkaar. Andere mensen kregen juist ruzies met elkaar. Voornamelijk verliefdheden, die staken flink de kop op. En ja, gesprekken, veel gesprekken over het leven. En... we hadden daar zoals onderling over gesproken. Zo van, nou, wat gaan we doen als er ontruiming komt? Nou, wij gaan er niet uit. Nou, toen kwam het dus tot de uitspraak van de rechter. Jullie moeten eruit. Nou, wat gaan we doen? We hebben toen op een gegeven moment een vergadering georganiseerd. En daar kwam dus uit dat van al die bewoners die er ooit eens gewoond hadden, dat er 11 mensen bleven erover. En ja, wij stonden ervoor, wij gaan er niet uit. We gaan, ja, wat we moesten doen, wij gingen er in ieder geval niet uit. Op een gegeven moment waren we nog met z'n achter, geloof ik. Echt heel weinig. En nou, toen hadden wij het plan bedacht om dan ieder een pand te gaan verdedigen. Nou, eentje op het dak. Eentje in de kelder. Zo zouden we het dan gaan doen. Of een aantal van de bewoners van de Grote Keizer die wilden zich verzetten tegen de ontruiming. En de eigenaar was de OGEM. En dat stond toen behoorlijk voor het grote kapitaal. En het was eigenlijk een soort logische consequentie dat je daartegen verzette. Via Kraakspreekuur, via Kraakcafé, zijn we gaan verkondigen van wij, laatste bewoners van de Krijgsracht, wij laten ons er niet uitslaan, wij blijven zitten, help ons actief barricaderen. Nou, zo kwam langzaam, kwam daar wat hulp op gang, heel provisorisch, maar we zijn met spiralen gaan lassen en zijn, ja, ik kon een klein beetje lassen en een vriend van mij kon ook een klein beetje lassen, dus wij zijn gaan lassen daar, ja, we waren dus de hele avond bezig om één spiraal voor het raam te lassen, maar goed, nou, zo is het een beetje begonnen, heel kleinschalig, heel... ja, simpel eigenlijk. We waren op een avond weer zo'n beetje aan het klooien met het lasapparaat, dat zat steeds vast. Wees de bel. Ja, ik ben Theo van der Giezen, staat in de buurt. Dit is Piet, dat is Klaas Krees. Wij komen even jullie helpen. En daar kwam dus een zootje mannen binnen gestormd met lasapparaten en materiaal. En die zou het even op poten zetten. Ja, ik kwam op een ochtend kwam ik de Keizer binnen om verder te barricaderen. En toen stond Theo daar het verkeer te regelen. Van, jij gaat dit doen, jij gaat dat doen. En dat was nogal een verandering in één keer. Nou, we zijn door het pand gelopen, hebben we ook alle zwakke plekken. Dus niet alleen qua barricade, maar ook bijvoorbeeld... bewoners, zogenaamde bewoners die daar nog zaten, of logees, ongewenste logees. Die hebben ook te kennen gegeven dat, dat ze eigenlijk overtuigd dat ze weg moesten. Degene die wat minder goed te overtuigen was, die hebben een deadline, gewoon een limiet van tijd gegeven. En dan hebben we gezegd, we komen dan terug met een grotere ploeg en, om jullie er gewoon uit te zetten. Dus we hebben eigenlijk het hele pand eerst de eerste week helemaal schoongeveegd. Barricaderen, dat werd een stuk professioneler en we gingen de boel met staalplaten dichtlassen en daar ging absoluut een power van uit, absoluut een kracht. En dat had ook absoluut zijn charme, zijn uitstraling. De bedoeling was om het in ieder geval ME-vrij te houden, zoveel mogelijk. We hadden een nieuw systeem, dat was gewoon eerst houten loopplanken tegen de ramen spijkeren met 6 duimen in de kozijnen vast. En daar dan rijplaten tegenaan, gelast aan elkaar met stijgerpijpen aan de achterkant en daar weer stempels tegenaan en aangevuld met zandzakken. Hey,
Ik had meteen, voelde meteen van, met de keizer, dan maak je geschiedenis. Daar had ik, dat zag ik meteen van, ja, hiermee ga je geschiedenis schrijven. En daarom vond ik dat was ook heel belangrijk. En er waren heel veel gunstige factoren. Ogen die eigenaar was, die het afstoten laten naar een of andere loesje heroïnehandelaar. De reactie van het gemeentebestuur, die heel aarzelend was. Ook mede omdat het heel moeilijk was te ontruimen met, op de grachten. Ja, dat was ook weer zo'n stedelijke actiekraak. En daar deden we altijd aan mee. Ik bedoel, ja, we waren een soort actievee. Ik had inmiddels al een beetje afstand was ik aan het nemen, hoor, van de kraakbeweging. Ik was met andere dingen bezig. Ik was meer aan het reizen. Maar ik wou wel meedoen. Ik vond het een belangrijke kraak. Want het was een enorme rij panden. En in zo'n dure wijk moest er gewoon ook... daar moest huisvesting in komen. Voor mijn gevoel was het zo van... De gemeenteraad moest... De politiek moest gewoon nu beslissingen nemen. Dus of die speculatie door laten gaan... Of de andere lijn, de kant van overleg. Ze moesten inzien dat er gewoon qua jongerenhuisvesting, dat er gewoon wat moest gebeuren. Die stad die ging kapot. Ik was erop uit om een vrij ruim te creëren waar ik mezelf kon zijn en waar ik... zelfstandig een vorm kan geven aan mijn leven zonder de bemoeienis van autoriteiten. Of dat dan politieke of justitiële autoriteiten of anderszins autoriteiten zijn. Er werd s'avonds samen gegeten. Er werd s'avonds met elkaar plezier gemaakt. Het ging er dus ook vooral ook om dat je ook lol had in je leven. Eigenlijk, het was een perfecte situatie. Ook het gerommel rond de ogen... Er waren in de ogen ex of nog ministers betrokken. Dus je kreeg eigenlijk ook het half politiek Nederland kon je bij de nek nemen. Wij moesten gewoon, voor mijn gevoel, voor de groep waarin ik meedacht, harder optreden. Ik bedoel, ze liepen over ons heen. Er werd geen rekening met ons gehouden. We mochten spelen, we mochten hier en daar een pandje kraken. Maar het mocht niet te serieus worden. Nou, die keizer, dat werd echt serieus. Ik bedoel, daar werd het hard op hard gespeeld. En hier staat alles voor als de politie komt. Ja, precies. Om dus te verhinderen dat ze dus komen. Vuurwerk met aluminiumfolie en dan aardappel eromheen. Beetje een granaateffect is dat. Ja, het zijn rotjes. Dit zijn de... Gewoon, je weet wel, al die kleine verfbusjes of spijtbussen. Het zijn vuilnisbakken met afgewerkte olie. Daar staan hele grote brandblussers met verf erin. Nog vaten met afgewerkte olie. Lichtkogels, molotovcocktails. De barricades waren ook subliem. Het pand was bijna geheel letterlijk dichtgelast. Het was bijna een stalen koepel, bij wijze van spreken. Theo dacht dat ik de leiding van de dakploeg wel aankonde, achter de binnendaken. Die moest ik dan met de mijnen bewaken en moest ik leiding geven. Bijvoorbeeld verdedigen aan de achterkant of meer stenen naar de zijkant. Of, ja, en hoe de vluchtroute liep, die wist ik ook. En dan moest ik dan op het juiste moment zeggen van nu moeten we eruit. Of, ik wist het niet, ik heb het nooit gedaan uiteindelijk. De hele verdediging van de keizer was in het begin gebaseerd op het... afslaan van een aanval. En mijn idee was het om in ieder geval het proberen etmaal het uit te houden. Want dan gaat er een heel ander, dan groeit het uit zijn eigen grenzen. Je stond op het dak en het was toch een vrij hoog gebouw. En als je daarover nadacht, laat staan als je over de rand keek, en dat deden we regelmatig, want tenslotte was dat ons werkterrein bij het geval van verdediging. Ja, dan had je het toch al vaak over gehad van, goh, wat gebeurt er als er een van ons het dak afglijdt? Nog niet eens over afgeslagen wordt. Of, hè? Dus ja, dat was het gevoel wat je had en daar ging je voor. Als de ontruiming zou komen, dan zat ik in de binnenploeg. En ik was dan ik zou de EHBO doen. En ik had daartoe zo'n wit dingetje wat ik gemaakt met zo'n kruisje erop. En ik had nog wel ergens een paar pleisters. Ik was daar de aangewezen persoon voor, want ik had als meisje ooit een EHBO-diploma gehaald. En
Ja, ik zou dan als mensen in elkaar gerost zouden worden, daarop afgaan met mijn pleisters. Ja, zo had ik mij dat voorgesteld. Hallo luisteraars in Amsterdam. Dit is nog steeds Radio De Vrije Keizer vanuit de gekraakte pand aan de Keizersgracht, nummer 242 tot en met 252. De politie is nog steeds niet tot de aanval overgegaan. Burgemeester Polak. U heeft het vandaag in alle kranten kunnen lezen. Heeft het over rust handhaven. Heeft het over bezinning. Hoe? Vragen wij ons af. Als je confrontatie aangaat, moet je, vind ik, gaan tot het uiterste. Je moet niet bluffen. Kijk, als er een ijskast op het dak gaat, moet die ook van het dak af als het nodig is. Ja, rookbommen stonden er ook. Nou, die zijn niet zo gevaarlijk. Daar was ik het mee eens. Verfzakjes, oké. En toen ik hoorde dat er molotovcocktails binnen waren, dus echt ingezet zouden worden tegen de politie, toen heb ik me geen moment bedacht eigenlijk. Toen ben ik gewoon weggegaan. We werden serieus genomen. We werden als pand serieus genomen. Ik heb nog nooit zoveel publiciteit rond een pand meegemaakt als rond de Grote Keizer. Wel iedere dag was er een krant of was er een televisiezender. Wij bepalen de aandacht, wij bepalen de media, wij bepalen in feite op dat moment alles wat er gebeurde in Amsterdam. En ja, dat was niet verkeerd. Daar ging je voor. Er was een groep mensen die macht wilden of die de kraakbeweging zagen als een middel om macht te hebben. En dat wilden wij, iedereen wilde wel een beetje meer macht, maar dat deed je al in je, op de manier waarop je woonde en de manier waarop je je leven organiseerde en waarom je gestopt was met je studie. Iedere woningzoekende moest erkend worden als woningzoekende en volgens de grondwet, volgens de wet, een woning krijgen. En hoe de machthebbers dat oplosten, moesten zij maar weten. Het moest à la minuut. Moest dat gewoon. Voor de rest zaten natuurlijk een hele andere motieven, verdere motieven ook achter. Dat eigenlijk, wat ons betreft, het hele politieke bestel op de helling kon. De burgemeester en de hoofdofficier van justitie zijn ieder vanuit hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid van oordeel dat er nu zo spoedig mogelijk een einde dient te komen aan de voortdurende ernstige inbreuken op de rechtsorde die vanuit de Grote Keizer plaatsvinden. Wij delen dat oordeel en menen dat Amsterdam daarbij alle steun en bijstand dient te worden gegeven. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat er een groot politiek verhaal, bij wijze van spreken, direct gericht tegen de mensen van de ogen en de toenmalige eigenaar, maar ook de politieke verantwoordelijke, met Polak natuurlijk bovenaan. En de Pelle Mug, geloof ik, heette de man. Toenmalige fractieleider van de Partij van de Arbeid. Natuurlijk politie en justitie als vaste hoofdrolspelers in het hele drama. En de rollen waren verdeeld. En het, laten we zeggen, ik had althans het gevoel dat de revolutie op het punt stond los te barsten. En dat het gemeenschappelijke ongenoegen eindelijk eens op straat zou komen. De Vondelstraat was een pand wat zogenaamd beschermd werd door de Jezusbeweging of zo. Het was eerder gekraakt geweest, het was ontruimd geweest. En de sfeer in Amsterdam was zo dat dit laten we niet op ons zitten. Dit pakken we terug. Nou, dus we hadden een afleidingstactiek bedacht. Dat eerst één groep, laten we zeggen, naar het stadhuis zou gaan om daar te demonstreren en te bezetten. Zo werd het dan ook luidkeels aangekondigd. Nou, daar trapten alle politie-eenheden en de top in. En die gingen die groep, of die gingen zogenaamd voorkomen dat iets met het stadhuis kon gedaan worden. Overigens, dat was dus ook niet met iedereen te overleggen. Dat was een improvisatietactiek. Maar iedereen ging daar wel in mee, vond dat prima. Het lukte via die afleidingsmanoeuvre om dat pand terug te kraken en
daar had iedereen een ontzettend goed gevoel over. Het was een goede zaak, want dat huis dat stond al een jaar leeg. En het was heel prima als daar mensen zouden kunnen wonen. De politie kreeg door dat ze in de maling genomen waren. Dus die kwamen overijld terug. Maar iedereen rende daarin mee. Dus je kreeg ook een alarmlijn werd gebeld. De Vondelstraat is gekraakt. Dus je kreeg een oploop van honderden mensen daar naartoe. En de politie was dan zo stom inderdaad in die confrontatieval te lopen. En daarmee op zo'n domme manier de confrontatie aan te gaan. Die ME-bussen waren dus over de kruispunten te rijden. En hoek is de Constantinopelstraat, Vondelstraat. En een jongen raakt onder die bus. En vanaf dat balkon, dus het emotionele verslag van Stan van Hauke, we zagen die jongen gewoon helemaal meegesleurd worden door die bus. En ik schrok me helemaal lam. Dus we staan daar en Stan staat op het balkon, Theo ook. Ik zei Theo, ik ga eruit, want dit pik ik niet, met nog een paar man. Nou, dat mocht dus niet van Theo, maar ik had zoiets van bekijken durven. Dus ben ik met een paar man vanaf het balkon naar een verkeerslichtenmast gesprongen, een meter of twee, toen naar beneden. Omdat we dat zo perfect hadden kunnen zien, heb ik iemand de stok afgepakt. En van die spijltjes van een hek. En toen hadden we binnen 5 minuten het hele plein leeg. Alle politie gewoon. Ik heb daar mensen zien vechten met de politie, waarvan ik het dag ervoor had durven zweren dat ze nog geen vlieg zouden doodslaan. Dat is een schokeffect geweest hoe blijkbaar zo'n gebeurtenis mensen zo ver kan brengen. Dat geldt waarschijnlijk wel van politiezijde, als in ieder geval ook van kraakzijde, want daar heb ik het van gezien. Dat is onwaarschijnlijk hoe hard dat ineens gaat. Toen de ME daar verdwenen was en zich teruggetrokken had, toen ging het eigenlijk allemaal heel erg snel. Toen werden dus onmiddellijk, eigenden we ons de straten toe. Het ging niet eens meer om het pand, het ging erom dat we in staat waren om een volksfeest met barricades en heftige toestanden op straat te organiseren. Getrouwd in die maand dat ik in de Vondelstraat, de acties in de Vondelstraat waren. En ik had een feest, een trouwfeest, mocht ik het Kraakcafé voor gebruiken. Dat was allemaal heel, heel gezellig. Ja, er kwamen alleen een beetje weinig mensen, want in die tijd was net de Vondelstraat bezet. En de mensen die kwamen, die hadden helmen op en die hielden ze geloof ik ook nog op tijdens het eten. Dat was heel erg. En leren jassen en rioolpijpjes om hun armen. Allemaal harnassen van de armen. Ja, zo, in zo'n situatie heb je ook natuurlijk het gevoel dat, dat je opeens in het centrum van de wereld bevindt. Maar dat werd wel bevorderd door het feit dat er van alle kanten toch ook steunbetuigingen naar ons toe kwamen. Dat toch erop leek dat een groot deel van de Nederlandse bevolking, of in ieder geval een klein gedeelte, dat die er heel erg achter stond. Dat die zich toch heel erg aangesproken voelde. Het effect was voor de beweging weer, voor de kraakbeweging, gigantisch. En laat ik zeggen, 100% resultaat. Politie weggeslagen, gebied gecreëerd wat volkomen vrij was van politici en ambtelijke en politie-invloeden. Burgemeester Polak zei ons vanavond dat een grootscheeps ingrijpen van de politie bij het kraakpand kan worden voorkomen als de krakers alsnog tot overleg bereid zouden zijn. We hebben te maken met een situatie waar 400 à 600 zeer gemotiveerde krakers
weerstand bieden, bewapend met ijzeren staven, kettingen. Ze hebben straten, hele essentiële straten in de stad, gebarricadeerd. Dit is een politieke en een principiële strijd die elke Amsterdammer en misschien elke Nederlander aangaat. Om die woningnood nog steeds in stand gehouden wordt. En er wordt niks aan gedaan, volkomen politieke onwil. En toen kwam de helikopter en de tanks en... Dan sta je daar en dan vang je zo uit de lucht zo'n pamfletje op waarop staat er wordt gericht geschoten als et cetera. Ja, dan doe je het eerst in je broek en dan denk je, nou ja, ik sta hier, ik kan niet meer weg. Hè. De tanks, alles kwam op me af, ik stond op een van die voorste barricades. Ja, ik weet nog dat we 's ochtends heel vroeg uit ons bed gebeld werden en daar naartoe zijn gegaan. En dat dat een vreselijke ervaring was, om zich dat daar met geweld te zien afspelen en alles dat teruggedraaid werd. En dat terwijl de onderhandelingen eigenlijk nog aan de gang waren. Ik probeerde zoveel mogelijk mensen te krijgen op die bouwkeet. Die ze gingen zelf ook staan, maar iedereen dacht natuurlijk van, ja, bekijk het, dat gaat me een beetje te ver. En goed ook dat de meesten zo dachten, want ik werd gewoon met bouwketen naar weggeveegd en iemand trok me op tijd eigenlijk onder vandaan of bij vandaan. En nog wel gelukkig dat ik er niet onder gekomen ben. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Die jongens in die tanks, die zien dat gewoon niet. Dus het is afhankelijk dan van je eigen snelheid of je wegkomt of niet. Want ik weet gewoon dat die jongens in die tanks je niet kunnen zien. Die rijden gewoon door. Dus als je valt of struikelt of ook die gasten die op die keet stonden. Ik vind dat krankzinnig. Er is een grote stommiteit van de overheid. En het gaf... Kijk, als je in je confrontatiepolitiek wil aantonen hoe verkeerd het zit met de overheid, hè, met de politiek, dan heb je daar eigenlijk tanks bij nodig. Nou, dat is een gulle gave die ze ons geleverd hebben. Heb ik dan mij in te zetten voor u en voor ons hele volk en het land te dienen. Leve Nederland! Ik ben ervan overtuigd dat ons volk in overgrote meerderheid wil dat die 30ste april een feestelijke dag wordt. Het moet ook een feestelijke dag zijn. Ik vind ook dat we onze oude koningin, onze nieuwe koningin, haar die feestelijke dag moeten bieden. En ik wil in alle nadruk zeggen dat ik het niet aanvaard. Kijk, voor mij was het zo gegaan dat eerst kon die hele kroning kon helemaal niet schelen. Ik vond het niet oninteressant. Ik stond er onverschillig tegenover. Dat ging langzaam aan het veranderen. En dat kwam omdat van de kant van de overheid... Er zoveel tamtam gemaakt werd. En niet alleen tamtam van het moet een feest worden, maar ook een ontzettende politiemacht op de benen in de stad. Tot en met later scherpschutters op het dak. Ja, je kan zeggen dat steeds overheden en wij onze gemeenschappelijke agenda openlegden. Enerzijds de overheid die zegt, nou, dit is een prachtig prestigeobject voor ons om weer in pracht en praal en ons dat op te vijzelen. En wij dachten, dat is prachtig voor ons om aan te tonen hoe slecht het geregeld is hier in Nederland. De kraakbeweging had officieel het standpunt geen woning, geen kroning. Met andere woorden, de kroning mag in feite, wij zijn daar tegen.
omdat wij vinden dat er woningnood is. En wat gaan wij ook doen op die dag? Wij gaan woningen kraken. Werk, jongen, werk! Ik heb vandaag vrij. Ja, ja, ja. We organiseerden onder de noemer autonome, autonoom van de kraakbeweging, om niet die eenheid te verstoren, een hele aparte actielijn. We waren al maanden van tevoren bezig om dus die affiches te drukken, te maken. En die moest echt chockerend zijn, vooral het oranje affiche met de Beatrixjes en de bommetjes erop. Ja, voor mij waren de autonomen toch... vielen niet zo binnen mijn blikveld, niet zo binnen mijn denkkader ook. Ik voelde me kraakster en daar deed ik alles voor. En ik was er niet zozeer op uit om de staat omver te werpen, maar om mijn een manier van leven vorm te geven die niet kon op de manier zoals de overheid dat allemaal voor ons bedacht had. Zij gingen vertellen van ja, wij zien het helemaal niet zitten dat jullie dat gaan organiseren. Nou, wij zeiden, wij doen het gewoon wel. Wij vinden dat absoluut noodzakelijk. De dag zelf, ik had 's morgens wat moeite om op het toneel te verschijnen, omdat je toch een beetje bang bent dat dingen bijvoorbeeld niet goed georganiseerd zijn. Of ik krijg een beetje angst van, zou het nou allemaal wel goed gaan? En zou het de verwachtingen wel evenaren? Toen zijn we vanuit de Kinkerstraat zijn we naar de demonstratie gegaan, die natuurlijk niet de Blauwe Brug over mocht, bij het Waterloopplein toen. Daar was de hele ruimte was nog leeg, de Stopera stond er nog niet. Dus het was een fantastisch terrein waar dus de politie kon spelen met de demonstranten. Als het maar wegbleef van de Dam natuurlijk. Daar is dat geval van gebeurd dat die agent van zijn paard is gehaald. Ik heb daar mijn uiterste best gedaan om daar het paard te veroveren. Dat was mijn grootste kick. Ik kan redelijk paardrijden. Dat was mijn grootste kick geweest om ooit de politiepaard te scoren. Van Amsterdam ook. Het is niet al, als je die acties organiseert, is het niet alleen nuttig. Je kan tijdens de demonstraties kan je ook eventjes tussenuit stappen en ergens poffertjes gaan eten enzovoort. Het was een ontzettend gezellige dag. Op de ene kant was de confrontatie in volle gang, aan de andere kant was het heel feestelijk. Eigenlijk de perfecte situatie, zeker voor Amsterdam. Nee, 30 april was een verschrikkelijke dag. Wat een aanfluiting voor de. Voor de stad ook en ook voor de kraakbeweging, denk ik. En onnodig. Heeft niks opgeleverd. Heeft ook niet de overheid of politie of heeft huiseigenaren niet tot andere gedachten gebracht. Wat bij heel veel ontruimingen, rellen bij ontruimingen, wel het geval was. Had ook gewoon een strategisch doel. Pas op, volgende keer moet je wel 10 keer bedenken, overheid, voordat je dit pand ontruimt. En dat was bij 30 april natuurlijk niet. Dat is precies wat we voor ogen hadden. Het was de beste dag uit... uit de periode van de kraakbeweging. Nee, ik heb dat niet leuk gevonden. Ik vond echt... En ook, ik rook het, weet je. Ik wist wat er ging gebeuren, weet je. En dan gaat alle krediet die de kraakbeweging had. Weet je? In de volgende straat waren F-side, dus disco-jongens. Alle verschillende lagen waren er. Ja, en dat krijg je na Koninginnedag. Met zoiets op de kroning, jongen. Ja, ik bedoel, dan krijg je... Vanuit weer dezelfde media, de hele grote tegenaanval. En ik wist van dat doordat de beheersing er niet was om 1 mei te nemen, dit het geforceerde hoogtepunt van de staat was. Maar het was wel het eind van jouw schaakpartij. Je was niet meer aan zet, weet je. Voor een hoop.
hoop mensen, als je aan de koningin komt, dan heb je... Dat mag niet. En dan kom je bij de bakker en die bakker zegt... wat vroeger je vriendje was, jullie doen goede dingen. En die wou opeens het is van... wat jullie nou gedaan hebben, dat kan niet. Ik kan me mijn leven nog voorstellen als je daar met zo'n paar duizend mensen naar binnen rolt in zo'n kerk, dat het hele prachtige praal en het statige gedoe afgelopen is. Voor mijn part eventjes met een van de ministers een borreltje drinken, daar te plaatsen. Maar het is afgelopen. Ik kan binnenkomen en zeggen, heren, dames, de show is over. Wij nemen het over. Jullie kunnen rustig vertrekken. Er zijn nog poffertjes op de dam. Zoals een goed koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God Almacht. De autonomen, die mysterieuze groep, die eiste eigenlijk het gebeuren op van 30 april. En ik was daar ontzettend kwaad over om een aantal redenen. Omdat ik vond het ontzettend... arrogant om te suggereren dat er een soort voorhoedegroepje was die de touwtjes in handen had gehad, die het allemaal georganiseerd had. Terwijl het in feite toch vooral hoe je daar ook verder tegenover stond, maar een spontane actie was geweest van ontzettend veel mensen. Vreemde situatie, bijna een soort vakantiesituatie. Ook na al die spanningen, dat heel veel mensen ontspanning nodig hadden natuurlijk. Maar ook in wat negatievere zin, dat men niet de consequenties trok van wat opgebouwd was, moet je dan ook voortzetten en afmaken. Nou, wij waren met een stel mensen, waren we een aantal weken weg geweest. En dan kwamen we weer terug in Amsterdam. En wat doe je dan? Ja, je gaat naar de keizer, want dat is de plek, hè? En we kwamen bij de keizer en dat was helemaal dicht. Dat was niet zo vreemd natuurlijk, want dat was vaker zo. Maar je kwam er ook niet meer in. Dus je probeerde aan de voordeur van of er iemand was. En na verloop van tijd kwam er iemand tevoorschijn die je helemaal niet kende. Nog nooit gezien. En die min of meer in opdracht vertelde van dat hij niemand binnen mocht laten. En als ik iets wilde weten, dan moest ik maar naar... de organiserende de club gaan, maar je kwam er niet meer in. En dat was voor ons totale verbijstering. Vanuit dat informatiecentrum organiseerden we ook onze toch veel voorkomende bezoeken aan scholen. Waar we dus allerlei leerlingen vertelden over het kraken en wat er allemaal mee te maken had. En ook dat, naar ons oordeel, kraken niet een geïsoleerd fenomeen is, wat ik nog steeds vind. Hè? Maar dat het te maken had met allerlei andere dingen in de samenleving. Dat was zo'n plek waar de actievoerende vormingwerkers... de alternatieve maatschappijleraar op woensdagmiddag met zijn derde klas MAVO kon ontvangen. En dan op triomftocht alle verworvenheden van de kraakbeweging liet zien. En dat zaten we eigenlijk ook niet op te wachten. We hadden niet meer dat idee van dat je
zoals ik al eerder gezegd heb, dat je mensen moet overtuigen om ze aan je kant te trekken, dat je zieltjes moet winnen. Dat was gewoon niet meer van toepassing. De grote keizer was wat dat betreft in die tijd ook absoluut. Of het nou terecht was of niet, dat dondert nou verder niet, maar het was een symbool. Het had een symboolfunctie. Het mocht niet verloren gaan. De grote keizer mocht in beleving van al die mensen die daarbij betrokken waren, niet verloren gaan. Ik vond het eigenlijk ook een beetje slecht uitkomen dat de onderhandelingen kwamen en echt het op een zogenaamde sociaal-democratische manier werd opgelost. Terwijl dat het probleem werd niet opgelost. De grote keizer was niet meer overal. Het was echt een grote keizertje geworden. En het ging om een pandje voor een paar arme dreumersen. Theo was er helemaal niet mee eens. Ik zag dat helemaal niet zitten om daar met gemeenteraadsleden, ik geloof dat Louis toen fractievoorzitter, niet van de afdeling volkshuisvesting was van de Partij van Arbeid, om daar mee te praten, want daar sprak je niet mee. Maar hij realiseerde zich ook wel dat het was nodig. Er moest een opening komen. Anders werd het oorlog. Anders werd het echt oorlog. En dan waren we de keizer kwijt. In de eerste plaats ging het er eigenlijk allemaal om van dat je het idee had als dat zaakje ontruimd zou worden. En als het aan de gemeente overgedaan werd, dat je gewoon die plek kwijt was. Je voelde gewoon, je had het gevoel gewoon, daar wordt je iets ontnomen. Zo wat een belangrijk deel uitmaakt van je leven, van de mensen die je kent. En de plaats waar je elkaar ook tegenkomt. Polak schreef een brief aan de kraakbeweging. Als wij bereid waren vrije keizer uit de lucht te halen en als wij bereid waren van geweld af te zien, dan zou die eventueel kijken of er een mogelijkheid was om blablabla. Er ontstond een machtsspel rond de aankoop. En het begon met een hele grote stedelijke vergadering. Of dat eindigde eigenlijk met een hele grote stedelijke vergadering. Waarin een aantal mensen pleit voor de aankoop. En achteraf bleek dat er mensen met de gemeente waren gaan praten. En dat was natuurlijk gewoon ronduit een belediging voor veel mensen. Dat er, achter onze rug om mensen kwamen opdoemen die onder onsjes met de gemeente gingen houden en afspraken gingen maken. In ieder geval, we gingen een spelletje politiek spelen. Ik zou de brief verdedigen door te vertellen van, die kun je ook zo uitleggen, het is een handreiking. En Theo zou die brief als een oorlogsverklaring. En naarmate Theo en ik, die perfect op elkaar ingespeeld zijn door de jaren heen, verder zouden gaan, zou Theo zijn betoog afzwakken en zou ik mijn betoog aansterken. En het einde van die vergadering is iets van, het is gelukt. 42-52 te Amsterdam ten uitvoer te leggen. Dat is gewoon een voorlopig koopcontract wat ze getekend hebben. Dus ze moet het eigenlijk zelfs gedateerd. Nou, ja, nee, dat kunnen ze zonder meer zich zo opleggen. Nu is de gemeente-eigenaar. Tuurlijk willen we met de gemeente onderhandelen over de woonbestemming. Wij bepalen wel hoe. Nee, dit is een voorlopig koopcontract. Toen bleek toch met peilingen dat een grote meerderheid vond dat het dan keurig afgerond moest worden. Dat het gewoon dat het woningbestand moest toegevoegd worden. Waar natuurlijk ook wat voor te vinden is, daar niet van. En dat moest dan ook goed gebeuren. Toen bleek dat die aangekocht was en dat er onderhandelingen plaatsvonden tussen krakers en de gemeente. Toen gaf dat wel een vreemd gevoel. Ik kan me herinneren dat ik het parool op de voorpagina zag en dat ik Theo en nog een aantal andere mensen gewoon op één foto zag met Jan Schaefer en nog wat andere gemeentekopstukken. En dat was iets wat niet te plaatsen was op dat moment. We hadden er geen grip meer op en op een gegeven moment wilden wij gewoon voor het gevoel een daad stellen. Zo van nou, laten we het even simpel houden. Het gaat dat iedereen een woning heeft en niet om het politieke gevecht. En om dan toch ik denk aan te geven dat wij ook nog bestonden, hebben we als een soort, soort signaal, want we wilden niet weer daar gaan wonen, maar als een soort signaal zo van, nou, we doen een soort herkraak van de Keizersgracht. Het gaat toch om het kraken. Op dat moment woonde er eigenlijk niemand meer. Het stond min of meer leeg. Nou, wat kun je beter doen met een leeg pand als het kraken? Maar verder zat daar niet veel achter. Dat was bedoeld als een klein feestje. Mensen kwamen weer terug op de plek waar ze zoveel dingen beleefd hadden. Mensen zagen elkaar weer. Dus het was ook wel een emotioneel gebeuren. Ja, die groep die die dacht door in een vorm van een soort van herkraak
lastig hun teleurstellingen aan de kaak te kunnen stellen. En dus lastig aan de kaak te kunnen stellen dat de keizer een andere koers moest varen in de politieke opstelling. Alleen, dat werd op een heel verkeerde manier gedaan. Want heel veel mensen werkten hard om dat informatiecentrum van de keizer op te zetten. En juist dat informatiecentrum werd in één nacht door een destructief feestje totaal vernield. Eerst dachten we van een aanval van buiten. Dan vraag je af, hoe zijn ze in godsnaam binnengekomen? Dat moet een enorm lek zitten. Nou, maar daar had je nog een stuk vrede mee. Dat is dan een correctie van de zaak. Maar toen je hoorde dat ook je hele goede kameraden van jezelf ertussen zat. Mensen met wie je goed levelde. Waar je dacht van, dat zijn laat ik zeggen, de medestanders in je denken ook. Nou, dat was medewerkers van bijna 24 uur per dag. Ja, dat was de teleurstelling op een top. De volgende dag lag ik nog in bed. Ik hoorde op straat een lawaai. Stond er een meute. Van een man of wat, man en vrouw, 25, 30, stond er voor de deur. Ik weet niet meer hoeveel. Te joelen en te schreeuwen. Ik lag met een redelijke kater in mijn bed en... of nee, ik was net opgestaan, geloof ik. En in het pandje waar ik toen woonde... de voordeur stond over het algemeen open of die was niet op slot. Maar er kwam in één keer een soort knokploeg binnen met Theo aan het hoofd. Die begon het Wildeweg dingen stuk te slaan. Waaronder mijn gitaar. Waar ik hem trouwens erg kwalijk nam, nog steeds. En... we werden gewoon een soort in arrest genomen. Wij moesten meekomen naar de grote keizer. De dag daarop werden alle mensen die daar aan deelgenomen hadden, dat zogenaamde herkraakfeestje, werden ter verantwoording geroepen. En ik kreeg echt een flinke emotionele, lastige discussie. Die mensen werden zelf ook aangepakt in hun eigen huizen. Een deel daarvan althans, en vooral de meest verantwoordelijke. Toen ik uiteindelijk in het soeterrein van de keizer stond, toen wij daar aankwamen, toen was ik eerst ook wel heel erg verbaasd over hoe grote puinhoop het was. Maar de dreiging die eruit ging van de menigte die daar toen was, of die daar stond, naar ons groepje wat daar op dat moment binnenkwam, Dat vond ik waanzinnig heftig. Dat was een ervaring die ik eigenlijk nog nooit had meegemaakt en die ik sindsdien ook nooit heb meegemaakt. Dat ging richting een soort lynchpartij. En toen we binnen waren, dat was dus het eerste enge eigenlijk wat er gebeurde, toen werden de deuren werden allemaal hermetisch afgesloten. Zo, er werd nog niks gezegd, er werd alleen gescholden, er werd nog niet gepraat. De deuren werden we kwamen er niet meer uit. Zo, dat was het eerste waar je eng van werd. Ik kwam daar aan en er kwam toen een jongen naar me toe waar ik een paar dagen geleden nog vriendschappelijk mee was omgegaan. En die begon nou tegen mij te schreeuwen en te duwen en aan mij te trekken. Wat krijgen we nou? Ja, er waren een heleboel mensen ook die ik niet kende. Er waren ook een aantal mensen natuurlijk die ik wel kende. Schokkend genoeg hoe dat ging. In ieder geval, Theo die duwde mij op de grond. En meteen een man of zes sprong daar bovenop en begon dus te trappen. Kijk, en dat ze echt in elkaar geslagen worden? Nee, dat is absoluut niet. Het was, je krijgt dan emotionele uitspattingen. En dat is gewoon... dat gebeurt wel eens meer. Dat je... een kleine stoeipartij krijgt, maar meer niet. Marga, die uiteindelijk ook binnenkwam, die ook een soort werd opgebracht door een soort arrestatieteam en die er niets mee te maken had, die er helemaal niet bij was geweest en die door Theo vol in het gezicht werd geslagen. Ja, dat was ongelooflijk. Ik heb er eigenlijk nog steeds spijt van dat ik hem toen niet gewoon gelijk neergebeukt heb. Oh, ik was geschokt.
Ik was geschokt, verbijsterd. En ik begreep het ook niet. Het was net als in zo'n film. En die mensen. Het was heel emotioneel, want we hoorden op een gegeven moment ook, dus ik hoorde op een gegeven moment ook, dat Marga geslagen was. En dat was echt de limit. Dat was echt. Dat was zo erg. En ik weet alleen nog maar dat emotionele gevoel wat ik toen had, dat komt nu ook weer een beetje over. Dat weet ik nog. Wat er daarna precies gebeurd is, ik denk dat ik het verdrongen heb. Ik weet het niet goed meer. Ik weet het niet goed meer. Ik weet wel dat ik daarna best wel vrij snel een beetje buiten die hele kraak zien ben. Ja, nog wel als kraker, maar niet meer in dat politieke gevecht. Daar ben ik helemaal van weggegaan. Ja, het was enorm teleurstelling en dat heb ik ook geuit. En meer eigenlijk in het persoonlijk vlak dan van wat er aangericht was. Want ja, die schade, dat was maar een façade. Ja, het zag er niet zo leuk uit. Maar schade is zo te herstellen, dus materiële schade. Maar de geestelijke schade, die kameraadschappelijke schade, die was nauwelijks nog te herstellen. Deze mensen verdwenen ook van het toneel. Je werd gebrandmerkt als. We waren dus de fascio's. Dat soort verhalen werden gewoon eronder gedaan. Er waren ideeën om posters te maken die in het hele land verspreiden met de namen van de mensen erop die eraan meegedaan hadden. Zodat ze nergens maar ook nog iets konden doen. Na die herkraak had ik ook zoiets van. Bekijken jullie het allemaal maar. En ik had de indruk dat mensen dat van mij ook wel dachten. Van nou, kijk jij het ook maar. En ik vond het wel best. Ik kan dat niet over je kant laten gaan, want het zou ook invloed hebben op andere panden. Als het geweld maar groot genoeg is van onderwereld, overheid, speculanten, dan zou ieder kraakpand wel ontruimd kunnen worden, want dat was de message. Toen op een gegeven moment dat steeds duidelijker ingekleed werd, dat toch uiteindelijk wel moest leiden tot in ieder geval dit pand terugpakken, had iedereen zoiets van ja, oké, maar wat dan en hoe dan en wie dan? Nou, er werd eigenlijk geen antwoord op gegeven. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment gewoon mijn vinger heb opgestoken. Nadat ik de zaal had rondgekeken en gezegd van, nou ja, dan ik dan maar. Met een aantal mensen die ik omheen uitkies. Het hele chockerende aan het gegeven was, terwijl wij nog aan het discussiëren waren over hoe we de luik terug zouden moeten krijgen. Want dat was heel duidelijk, dat was een focus wat we wilden bereiken. Werd de luik herkraakt door gewoon een knokploeg van ons. Ik kon mijn ogen niet geloven wat ik door de zoeker zag. Want het was zo anoniem. Iedereen onherkenbaar. Er moesten nog wel één of twee mensen bij zijn die ik zou moeten kennen. Maar ze waren echt totaal onherkenbaar. De herkraak verliep fantastisch. Ik was ontzettend bang door al die tegenkrachten van angstige en moralistische mensen. Maar waren met zo'n 400 mensen, die activisten, die wel getraind, goed op elkaar ingespeeld en goed gemotiveerd vooral. Hè. Als 400 wespen op een pand afstoven. En daarna hebben we het pand inderdaad, zoals min of meer gepland was, kamer voor kamer, etage voor etage ingenomen. Nou, ik vond het walgelijk. En ik vond het iets van mannerfantasieën. Dat werd in die tijd ook flink gelezen. En oorlogje spelen. Weer met z'n achteren toe. Je voelde gewoon in de lucht van er gaat een oorlog komen. En dat je dat helemaal niet meer kon tegenhouden. Terwijl de luik eigenlijk
bij onze buurt hoorde. En dat we hadden niets meer te zeggen. Het gebeurde gewoon. En ik stond met een vriendin van mij op de hoek van de straat te kijken hoe de Marseillaise langskwam. En waarop een van die mannen een knuppel. Je wil op een bepaalde manier leven, maar als je daar echt je leven voor waagt, of je gezondheid en je veiligheid, dan gaat het wel heel ver. Dus wat dat betreft heeft de overheid de slag natuurlijk gewonnen met het geweldsmonopolie, ja. Je gaat afhaken om die reden. Allerlei middelen, laten we zeggen, werd aangegrepen om bevolking, iedereen duidelijk te maken dat de grens van het redelijke en van, laat ik zeggen, van de rechtvaardige dik door de autoriteiten was overschreden. De kraakbeweging veranderde in een soort ja, bijna fascistische knokploeg. Maar met één focus, met geweld en oorlog willen we dat pand behouden. Terwijl je van tevoren al kon inzien dat je alleen maar dingen kapot maakte. Ikzelf had voor die dag toevallig een vliegreis gepland. En ik was onderweg. Ik wilde niet koet-koet bij de confrontatie blijven. Dat was voor mij niet zo nodig. Voor mij ligt er ook een veel breder politiek verband dan confrontatie tot confrontatie. Maar natuurlijk deed het wel pijn dat je dan net op dat moment in een vliegtuig zit en dan de rookwolken zie opstijgen, want dat is letterlijk gebeurd. Dus alles waar we al die tijd aan gewerkt hadden, om mensen duidelijk te maken waarom we kraakten en hoe we woonden. En dat we die panden niet vernielden, maar juist bouwden tot onze manier van wonen. En dat mensen met fotografie bezig waren en dat de kinderen wonen. Dat we geen enge mensen waren. Dat was gewoon in één klap verdwenen. Maar ik had toen al voor mezelf besloten dat ik het niet zinnig vond om weer een keer rel te hebben, te maken, de boel kapot te maken. Omdat ik niet meer geloofde in dat middel als machtsmiddel. Want het was gebleken dat het niet hielp. Voor mijn gevoel kwam je verder weg van je doel door dat te blijven doen. Maar de beweging had, of wij of ik, had ook geen andere oplossing. Ik wist ook niet wat je dan zou moeten doen. Het oude kraken was dood, zeg maar. En wat ervoor in de plaats was gekomen, dat wist ik niet precies. Maar in ieder geval niet iets waar ik mij mee wilde verbinden. Of waarmee ik geafficheerd wilde worden. Of waar ik iets voor wilde filmen. Het was Het was voorbij en over. Nou, ik zat zeg maar die grote hoogtepunten van de begin jaren 80. Toen zat ik dus nog voor de buis met mijn thuis. Met mijn vader en moeder daarna te kijken, de kroningsrellen en weet ik veel wat. En toen was het eigenlijk wel zo dat er werd schande over gesproken thuis. Terwijl ik dan zeg maar met een heimelijke glimlach die beelden in me opzoog. Je kunt een heel geïsoleerd leven leiden, je kunt naar je werk gaan en ik weet niet wat. Maar hier kon je in ieder geval met mensen omgaan op een manier, hier kon je iets ontwikkelen. In contacten tussen mensen, wat heel erg goed is. Er kwamen nieuwe mensen bij, die waren jonger, die hadden een andere mentaliteit, een ander inzicht in zaken. Die waren misschien wat meer gezagsgetrouwer als dat wij waren, want wij waren gewoon radicaler, wij waren gewoon actievoerders. Dus het lag gewoon anders, dat botste gewoon überhaupt. Het bruiste, het bruiste, het leefde. En dat wilde ik ook. Thank you.
Het is meer een way of life geworden. En mensen gaan 's avonds naar de kraakkroeg, hebben een gezellige avond, drinken zich een stuk in de kraag. En de volgende ochtend slapen ze uit en dan komen ze ook wel eens een keertje nog op het idee om een actie uit te voeren. Maar, de laatste tijd had je dan elementen zoals die kwamen. Een paar dronken mensen van, Theo, waarom kraak je niet gewoon zoals wij voor een pandje? En dan als je dan iets vroeg van, waarom kraak je nou eindelijk? Kreeg je geen fatsoenlijk woord. Ten eerste waren ze al dronken, omdat ze waarschijnlijk nuchter helemaal niets te vertellen hadden. Nu kwam er nog in ieder geval wat woorden uit. En voor de rest snapten ze echt niks meer van me. En niets van het politieke kraken. Theo had dus gewoon het plan om gewoon op zijn manier door te gaan met een kraakbeweging die gewoon eigenlijk in mijn ogen achterhaald was. Want ja, de ontwikkelingen die gaan gewoon door en die stop je niet. De manier waarop dat dan ging, zoals dan bijvoorbeeld vergaderingen liepen, dat er steeds maar één of twee mensen aan het woord waren. En dat waarin voor mij dus op een gegeven moment een structuur te herkennen viel van er is een generaal, er zijn twee luitenanten en er zijn een paar soldaten, of het is een beetje het voetvolk. Als je een strak gestructureerde beweging wil, dan is het ook zo dat de mensen je eigenlijk een beetje horig moeten zijn. Dat wil zeggen, je mag volstrekt niet afwijken van de lijn en wijk je er een beetje van af, dan word je als een soort verrader uitgemaakt. En dat is waar zij uiteindelijk mee begonnen, door een enorme schifting te maken. Tussen mensen die wel op hun lijn waren en mensen die niet op hun lijn waren. Mensen die niet op hun lijn waren werden als een soort verrader beschouwd. Dus je kon helemaal niks organiseren. Bovendien kon je verrader worden waar je bij staat. En dat gold ook bij risicovolle acties dat je... Ja, ook met autoriteiten en politie te maken kreeg. Dus dat was kenmerkend voor die tijd en het zakte steeds meer in dit soort beerputten van onvolwassenheid en van persoonlijke aanvallen. Je moet proberen verder te gaan dan die beperkingen, dan je eigen beperkingen. En voor met sommige mensen is dat zeer bedreigend. En in die zin werd ik en ook Theo en mensen van onze groep gezien als een verpersoonlijking van het kwaad. Van mensen die nood ophielden, maar doorbleven gaan. En geen compromissen wilde sluiten. Toen kwam Theo met nog een andere maatje. En... wij gingen voor de deur staan en zeiden ze, Theo, je komt er niet in. En hij zei, hij wilde dus zo gewoon naar binnen lopen. En zei, nee, het is gebeurd, je komt er niet in. En toen heeft hij, toen trok hij een busje met traangas. En spoot ons helemaal vol. En dat was echt, zoiets geks als had ik nog nooit meegemaakt. Daar stond ik echt helemaal, daar was ik echt helemaal van ondersteboven. Dus hij begon, kreeg meteen een klap van hem op mijn smoel. En ik denk van, wat krijgen we nou, Theo? Het zelfvertrouwen wat eruit sprak om met geweld om te gaan, dat was voor mij wel een heel nieuw fenomeen. En met name dan, als je het hebt over geweld intern. Zeg maar, dat had ik echt niet verwacht. Er is door een aantal mensen van ons toen gepoogd om gewoon de deur open te krijgen. Daarbij is door op dat moment, omdat er een minderheid van ons aanwezig was en een meerderheid aan de andere kant, is over en weer geslagen en gevochten en gedaan. Ze waren al half binnen en eigenlijk is het alleen maar dankzij het feit dat er nog een paar mensen vastbesloten waren om zich daar niet uit te laten halen, dat ze er niet in zijn gekomen. En toen zijn ze er dus weer uitgewerkt. En toen stormde het allemaal op mij af. En toen, ik geloof dat Theo of Bernard dat riep van... breek zijn benen, ze gingen gelijk met die stokken op me instaan meppen. En wonderlijk genoeg roept Jack opeens van stop,
We hebben hem anders nodig. We hebben een betere manier om hem te gebruiken. Ja, ik heb hem meegenomen. Dat is gewoon puur spontaan zo gebeurd. Die was betrokken ook bij die verdediging van het pand. Ja, en toen begon eigenlijk een soort van verhoor. Van wie ben je, hoe ben je erbij betrokken geraakt? Wie is er nog meer bij betrokken? Kun je namen noemen? Wanneer wil je vergaderd? Wat waren de plannen, dit en dat? Ja, dat werd ons alles geoorloofd. Oh? Nou, omdat het duidelijk was dat onze activiteiten verstoord werden. En als onze activiteiten niet alleen verstoord worden, maar ook onmogelijk worden gemaakt, ja, dan haalt in feite gewoon alles op. Zeker van mensen uit mijn eigen omgeving wil ik dat pertinent niet zeggen. Dat kun je niet maken. Dus, probeer ik toen. Toen die Jack van, dan weet ik wel wat. Hij draait zich om, pakt zo uit een tas een doos, maakt het open en dan komt er een van de apparaten in zijn handen. Met twee pennen uitsteken. En, of wil je soms hiermee te maken krijgen? Nou, dan drukt hij op een knop en dan slaan de vonken sloegen er vanaf. Ja, god, we waren van alles. Toevallig was dat aanwezig, klaar. We waren op dat moment in de minderheid en met de minderheid tegen de meerderheid vechten, tussen aanhalingstekens, ja, in ieder geval dus numeriek, dan zul je toch andere middelen moeten gebruiken. Die strekt moet slim zijn. Dat is voor mij ook traumatischer geweest. Dat ik onder invloed van die druk dingen heb gezegd, adressen en dergelijke, van plaatsen, van bekenden, van vrienden. Wat ik nooit had willen zeggen en waar ik later ook enorm veel pijn van heb gehad of zo. Dat ze me over die grens hebben getrokken. We hebben inderdaad iemand van de straat geplukt om even mee te nemen wat informatie. Ik kan me nog eens herinneren meer het gezicht van die persoon of hoe die heette. Maar ik weet wel dat het heel kort is geweest. En hij is voor de rest goed behandeld. En die stroomstokken ook. Dus, zo irrelevant. Ik bedoel, het wordt pas relevant als je ze echt gaat gebruiken. Toen zei Jack op een bepaald moment, maak nu maar dat je wegkomt en ga maar naar je vriendjes toe en vertel wat je zo hebt meegemaakt. Toen was er dus een stedelijke vergadering en werd Jan dus zeg maar vrijgelaten door hem. En toen hij zijn relaas deed en dat allemaal bij elkaar werd opgeteld, was ook duidelijk van ja, dit gaat zo niet verder, hier moet wat gebeuren. Toen hebben we de bak in elkaar geslagen. Dat is was een ruimte van de PVK. De politieke vleugel van de kraakbeweging. En ook hebben we het huis van Theo zijn we naartoe gegaan. Zijn er ruiten ingeslagen. Wat er toen gebeurde is echt heel erg belangrijk voor de afwikkeling van die controverse. Want Theo die kwam toen in zijn eentje naar buiten. Terwijl wij met misschien wel 100 mensen waren. En er waren 3 of 4 mensen die op hem afgingen. Die boven op zijn rug klommen en gingen meppen. Matteo, goed, dat is een beer van een vent. Hè? Hij is echt, dat hou je niet voor mogelijk. Hij is echt een beer van een vent. Die heeft die 100 mensen in zijn eentje, er kwamen dan nog wel 2 of 3 mensen van de PVK kwamen erbij. Als het ware de straat uitgeveegd. Iedereen was ineens ontzettend bang vanwege voor de enorme vastberaden kracht die hij uitstraalde op dat moment. Nou, als 1 iemand 100 mensen zomaar de straat uit kan jagen, dan voelt die 1 iemand of die groep die dat gedaan heeft, die voelen zich natuurlijk heer en meester. Je had ook niet te maken met een echt tegenstander. Je had eigenlijk een groep drugsgebruikers, dronkenlappen, mensen die geflipt waren en mensen die al lang de horizon kwijt waren. Dus laat ik zeggen, die hele bunch. In die weken is het er eigenlijk. Hebben zij zich gedragen als een kleine militaire eenheid. Politiek-militaire eenheid. Ze liepen op straat met portofoons. We liepen een keer op straat en zij hadden portofoons. Er werd gewoon iemand opgepiept. En wij waren met z'n drieën en we zeiden ah. En zij trokken gelijk een ketting en een knuppel en achter ons aan. En dat was tegen de avond. Het was een ongelooflijk spooky sfeer. Waarin mensen met messen op straat liepen om zichzelf te beschermen.
Er werd, s'nachts werden op deuren geklopt. Een hele waslijst werd opengetrokken. Bijvoorbeeld mensen werden op straat gevolgd. In een auto was een schijnwerper op gemonteerd hadden. En nogmaals, we waren consequent in alles en ook in ons handelen. In die zin kan je dat ons ook niet verwijten. Het was opeens gek geweest als we nu opeens met ballonnetjes waren gekomen van alsjeblieft willen jullie weggaan. Zonder daar eigenlijk heel lang, zijn we niet in staat geweest om daar een gezamenlijk antwoord op te vinden. Er waren heel veel mensen waren daar ongelooflijk boos en over en hebben niet geweten wat dat nou ineens voor een escalatie was. En op een gegeven moment hadden wij gewoon duidelijk onze diensten aangeboden. Van ja, mocht er op een gegeven moment dat nodig zijn dat jullie hulp uit het land krijgen, bel ons maar. Wij komen ogenblikkelijk met een groep, vertrekken van Amsterdam. Daar kunnen jullie vanop aan. En het is eigenlijk te danken geweest aan het feit dat zij gewoon niet ophielden. Gewoon maar door bleven gaan. Dat ook de mensen die vonden dat je eigenlijk niet hetzelfde kan doen als wat zij doen. Namelijk andere linkse mensen op de kop slaan. Op een gegeven moment ook geen ander antwoord meer hadden. Van, je moet op een gegeven moment moet je wat doen. Er stonden 5 auto's. En we hadden onze groep uit Groningen opgedeeld over 4 van die auto's. En we hadden toen gezegd van ja, we hadden überhaupt gelijk toen de auto's te sprake kwamen op die vergadering voorafgaande aan de actie. Hadden wij gezegd, wij pakken die auto's. Dat gaan we in principe gewoon naar ons toe trekken. Weten we zeker dat het goed komt. Eerst gaan we proberen om hun mobiliteit, om die te kapot te maken. En dat wil dus zeggen, we gaan hun auto's aanpakken. En als ze hun auto's niet meer hebben, dan kunnen ze ook niet de hele tijd weer rondscheuren in de stad en zoveel schade aanrichten. Wat betreft dus de 4 auto's die wij dus voor onze rekening hebben genomen, kwam dat ook dik in orde. Die waren gewoon totaal los. 1 auto, die zou door Amsterdammers worden gesloopt. En ja, goed, dat ging dus niet goed. Had ik me ook wel ongeveer zo voorgesteld. Ik had echt een hele lage dunk van Amsterdammers in die tijd. En vaak nog wel. En hun technisch inzicht was absoluut slecht. Ze hadden ze zelfs mensen voor aangetrokken, die Zwitserse toeristen of bezoekers. Veel Groningers, aannemers, dus denk ik ook van op een top gedrogeerd, dronken enzovoort. Die even je auto kwam vernielen en wegrenden en ze helemaal niet wisten waar het om ging. De deuren van die woningen die werden dichtgehouden. Zij konden de straat niet op, dus de groepen hadden dat afgeblokkeerd. Tot we op een gegeven moment, na een aantal fluitsignalen, ons terugtrokken. Was er maar goed doorgepraat. Iedereen wist wat er van hem of haar werd verwacht. En goed, we trekken ons terug. Komt er vervolgens een uitval. En dan een lange idioot met een waanzinnige knuppel voorop. Ik denk dat Theo zo woest werd omdat hij een totale minachting had. Voor ons. En zeg maar in zijn koninkrijk. Hij werd zeg maar van zijn troon getrokken. Een gast wordt terug in de vloer geslagen en hartstikke in het ziekenhuis ingebuikt. En vervolgens de hele groep die achter hem aankomt, tot zover ze in staat, ja, gingen vechten. Hebben ze dat moeten afleggen? Ze hebben het echt gewoon moeten afleggen. Dan blijft er nog maar wraak over. Nou, die zat aardig diep. Maar men zegt van, goh, we pakken nou een pistool of een geweer en we gaan schieten. Ja, dan moet je er toch wel heel wat neerschieten. En dan kom je ook niet meer weg. En dan los je ook niets meer op. Kortom, ja, dan is het waarschijnlijk einde verhaal. Dan moet je gewoon maar je verlies nemen. Ze hadden echt een totaal rare kijk op de andere mensen. Ze dachten dat zijn of boeren of lafaards. En zij zijn zeg maar de ware politieke soldaten. En dat zeiden zeg maar dat wij zo omgingen met hun en dus niet wegliepen. Toen zij luid schreeuwend achter ons aankwamen, maar ons omdraaiden. En dat zeg maar, in die directe confrontatie, dat ze daar in het onderspit dolven, dat was denk ik vooral ook een enorme shock. Psychologische shock. Op een gegeven moment hebben we gezegd, nou, wat we nog hebben, dat stoten we af. En laat zeggen, we gaan ons eigen weg op. En als het ooit weer zo ver is, dat het de moeite waard is, staan we er weer. Het veroordeeld worden tot de zijkant van de samenleving of de onderkant, dat lijkt me het ergste wat er zou zijn. Dus in ieder geval die vrijheid nemen en ook het genieten van het leven en het je toe-eigenen van bepaalde zaken om niet genoegen te nemen met douzeurtjes, dat je in ieder geval echt volwaardig leeft.
Ze zeiden vroeger al dat het is beter staan te sterven dan geknield te leven. Met andere woorden, je moet er echt vol voor gaan. Ik heb gezien hoe de politie met ons omging, hoe de overheid met ons omging. Ik ben gearresteerd geweest, in busjes gegooid. Dan weet je eigenlijk pas hoe het in andere landen ook kan gebeuren. Je hebt er een fractie van gevoeld. Dus je kunt daar ook, politiek gezien heeft het mij gewoon definitief veranderd. Ik zal nooit meer zijn of kunnen zijn wat ik vroeger was. Ik zal nooit meer naïef kunnen zijn. Ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik het ontzettend mis. Dat er nu niets of nagenoeg niks meer van over is. Althans niet dat ik weet waar ik dan deel van uitmaak, vind ik verschrikkelijk. En vooral in deze tijd zou je zo snel mogelijk weer een nieuwe kraakbeweging moeten oprichten. Hier in Amsterdam natuurlijk. Het schreeuwt om de burgertruttigheid. Die stormt van alle kanten door de media en noem maar op je af. Is een ontzettende bangerige sfeer. Mensen hebben niets meer met elkaar te maken. Ik leef dan hier als dakloze. En in feite toen de kraakbeweging was, hij heeft eigenlijk voor de stad het dakloze probleem gewoon opgevangen. Had de beweging zich doorgezet, wat meer mensen gehad die inzet konden tonen, dan hadden we zeker voor een veel groter deel kunnen slagen. En de cruciale fouten die zijn al genoemd. Maar als nieuwe mensen daaraan kunnen gaan beginnen of een nieuwe beweging opstaat, kan zeker met deze ervaringsfeiten gewerkt worden.